de voorste kruisband? De voorste kruisband heeft een sturende functie over het gewricht. Het begeleidt de bewegingen van buigen naar strekken. En het controleert de voorwaartse beweging van het scheenbeen ten opzichte van het bovenbeen. Het vergrote draaimoment wat in de knie ontstaat, dat zou je moeten opvangen middels spierkracht en gewrichtsgevoel. Nou, dat is heel moeilijk. En voetbal is een sport bij uitstek met draaimomenten, wendekeren, veel rotatoire krachten. En dat maakt het dus zo lastig om te voetballen zonder voorste kruisband. Wie komt eraan? De operatie was een week geleden. Mitchell vertelt wat hij de afgelopen week heeft gedaan. De eerste twee dagen niks. Nou, kon niet. Toen heb ik me donderdag hier gemeld. Ja, toen heeft Mark, die heeft toen mijn knie bekeken. Heeft een paar oefeningen meegegeven. Waaronder het zeg maar weer aanspannen van mijn bovenbeen, kniespieren, daar rondom. Als ik zeg maar op het bankje zit, krijg ik van die oefeningen, zeg maar, dat ik het moet van buig naar strek, weet je wel. Wel met behulp van mijn andere been. En even kijken. Ja, dat zijn eigenlijk de dingen die ik heb kunnen doen. En ja, vooral thuis rusten en thuis oefeningen doen. En meer kan ik niet. Vanaf nu begint de lange revalidatie. Mark legt uit waarom het zo lang gaat duren. De operatie is ingrijpend voor het kniegewricht zelf. He, want ze gaan de band vervangen. Dit model is natuurlijk niet goed, maar je ziet, hij zit hier vast op het onderbeen. Zit aan de achterzijde vast op het bovenbeen. De nieuwe kruisband, daar moeten ze boorgaten voor maken in het onder- en in het bovenbeen. Daarin wordt de nieuwe kruisband gefixeerd. Daar gebruiken ze schroefjes voor. Maar dat moet in eerste instantie vastgroeien. In de eerste 6 weken is het van belang dat die botbalkjes weer ingroeien. Dus dat het bot goed dichtgroeit met een goede fixatie van de kruisband. Dat verklaart dus waarom je minder mag belasten, waarom je met krukken loopt en een brace. Daarnaast moet je in die eerste 6 weken wel zijn gewrichtsfunctie zo optimaal mogelijk houden. Dat houdt in dat hij de knie volledig moet kunnen strekken en dat hij minimaal 90 tot 110 graden moet kunnen buigen. Dan zak je gewoon bij je knie, hè? Dus niet bij je voet. Ja, okay. Dan heb je het minste moment op je knie. Ja, span hem eens aan. Even vasthouden. Okay. Juist, ja. Heel goed. 5 keer 10. Positieve dingen heb ik gehoord. Ja, als dat ding op 11 staat. Ja. Ik ga je hechting eruit halen. Nee. Het is alleen maar even trekken en knippen, joh. Verder niet. Wel knippen, je hoeft niet te trekken. Ja, kan niet. Nou, we maken hem eens even schoon, hè. Dat hoort. Dat is weer vooruit, hè? Dat is weer. Drukpijn doet niet. Wel voel ik van daar is het gebeurd, ja? Maar niet van die pijn. En je hamstring? Klopt. Hè? Niet. Ja, dat is mooi. Kan je hem zelf buigen? Hoe ver kom je dan als je hem zo schuift? Want dat moet je ook gaan doen. Kijken of je dat. Ja, is een beetje. Nee, dat niet. Een beetje stijf. Nou, we kunnen het zo meteen nog wel even wel proberen. Maar ja, goed, goed, goed. Gewoon eens rustig. Eerst eens kijken hoe ver je komt. Nee. Hartstikke blij. Bravo.
Met deze oefeningen brengt Mitchell de eerste 6 weken na de operatie door. Gedurende deze weken wordt de belasting steeds ietsje zwaarder. Kijk, natuurlijk zie je wel je collega's, je teamgenoten, vrienden zie je dan spelen. En dan heb je ook zoiets van, ik wil graag met ze spelen. Of je wil natuurlijk ook spelen, maar emotioneel zat het wel goed. Kijk, ik bedoel, ik zit nu op 6 weken. Ik bedoel, ik heb nog wel wat weken, maanden te gaan. Maar zoals ik me nu voel, zit ik gewoon wel lekker in mijn vel nog steeds. En dat komt mede door de steunbetuigingen van de supporters. Met alle sporters samen. Oké, nou dankjewel. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ja, zeker. Dankjewel, man. Alsjeblieft. Ja, door dit soort dingen, ja, weet je. Dan heb je nodig in een periode. Het is moeilijk, weet je. Je kan niet voetballen. Ja. Mensen die je steeds, zeg maar, complimentjes die je steunen. Betuigen, zeg maar, door sms'jes, belletjes. Ik vind het, ik zit er dan pas bij. Ja. En ik heb nog niet veel gespeeld, maar dan weet je dat je dit soort reacties ziet. Dat doet toch wel, doet wel veel met je. Dus ook namens mezelf, weet je, voor de mensen die dit gedaan hebben. Dank je wel. En ik doe mijn best om snel goed terug te komen. Ja man, zeker. Goed.